Wat is de volgende? Dat stofzuiger duigt en dat valt af en toe. Stel, wil je dat ik het zuiger zie? Een stofzuiger die stuk is, is niet handig in het huishouden. Hoog tijd voor actie dus. Paul van het Repair Café in Hamond-Achel neemt de stofzuiger onder handen. Kijk, die, als die vol zit, deze, dan zuigt hem vacuüm en dan wordt hij warm. En dan slaat hem af, ja. En dit is niet het enige wat Paul vandaag heeft hersteld. Een motorzaag, elektrisch, een computer, nog een Kenwood. En juist nog een Kenwood. En nou nog een ander toestel, ik weet nog niet welk, nog niet. En dat is net wat de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking in Hamond-Achel wou bereiken. Een repaircafé wil eigenlijk mensen samenbrengen die ervan overtuigd zijn dat er dingen veel te snel worden weggegooid. Dat er dingen eigenlijk nog best wel te herstellen zijn, waardoor dat je ze niet gaat weggooien, waardoor dat ze opnieuw in de kringloop worden gebracht en waardoor dat je eigenlijk een stuk duurzamer gaat leven. Als je ziet dat nog voor het openingsmoment er al een rij stond om bijvoorbeeld elektrische apparaten, elektronische apparaten te laten herstellen, denk ik wel dat we van een geslaagde avond mogen spreken. Ja, als je dat zuiver maakt, dan werkt dat ook terug goed. Ik kan er ook mijn vrouwensbak commanderen, dat is zoiets iets anders, hè. Ah, je wil de vrouwens commanderen? Ja, normaal is je iets andersom, hè.